Welkom bij de HAN. Mijn naam is Esther. Wil jij weten hoe wij Open Science in de praktijk brengen? Kom maar mee. Hey Nikki. Hoi. Jij studeert bij de HAN. Ja, klopt. Ja. Hoe help jij met delen van kennis? Nou, ik heb heel toevallig afgelopen vrijdag en zondag geholpen bij een Science Festival. Waarin dat kinderen deel mochten nemen aan verschillende soorten proefjes. Waardoor dat ze gingen leren vanuit hun eigen nieuwsgierigheid. Hierbij konden docenten of echte leerkrachten van basisschool ook echt vragen stellen, waardoor ik mijn kennis heb kunnen overdragen. We zijn hier bij twee collega's van een van de kenniscentra van de HAN. En ik ben eigenlijk heel benieuwd, wat betekent Open Science voor jullie? Voor ons betekent Open Science toegankelijkheid van kennis voor burgers en in ons geval voor professionals waarmee wij werken. En we merken dat als docenten op zoek gaan naar wetenschappelijke kennis, dat ze die eigenlijk heel moeilijk kunnen vinden. En als ze wat vinden, dat ze daar dan dik voor moeten betalen, terwijl het meestal met publiek geld is gemaakt. Dus daar zit de kern van het probleem, van hoe kun je dat omdraaien en zorgen dat kennis wel toegankelijk voor ze wordt en dat ze het makkelijk kunnen vinden. En de kennis die dan beschikbaar is en de kennis die wij soms ook in artikelvorm produceren, is natuurlijk niet altijd geschikt voor die doelgroep waar Loek het over heeft. Dus dat betekent dat we soms ook aanpassingen maken, bijvoorbeeld in de vorm van een spel of van een waaier aan de hand over waarvan je in gesprek kan gaan met elkaar over dat onderwerp. En dan lopen we nu naar de ruimte van Open Science. Ik wil jullie heel graag voorstellen aan het team Open Science. Dit zijn Maarten en Willem en zij gaan jullie vertellen wat hun rol is binnen het Open Science team. Wij zijn coördinatoren van Open Science bij de HAN. En Open Science is breder dan alleen onderzoek. Dus zodoende hebben we daar meerdere partijen bij betrokken in de organisatie. En hebben we gezamenlijk met die partijen een roadmap opgesteld. Maarten, kun je iets meer zeggen over de inhoud daarvan? Ja, zeker. De roadmap die bestaat uit drie routes. En de verschillende routes die we hebben, die worden ook ondersteund door verschillende ondersteuners. Dus we hebben mensen van juridische zaken, mensen van ICT. En al die mensen die werken samen in het project. En we hebben ook verschillende deelprojectjes. En al die mensen zijn ook hier vandaag aanwezig en aan het werk. Een belangrijk ICT-systeem voor Open Science is METIS. En daar kan Mark ons meer over vertellen. METIS is een Current Research Information System, kort gezegd CRIS. Daar gaan alle onderzoeksresultaten in. Openbare databanken kunnen daarbij, waardoor het onderzoek publiekelijk beschikbaar is. Ageet, wat is de rol van de studiecentra in Open Science? Die is heel divers. De website van de studiecentra is het centrale punt voor informatie over Open Science en welke ondersteuners daarbij betrokken zijn. Wij helpen met het maken van een datamanagementplan en eventueel bij het deponeren van opensets bij DANS. Maar ook het publiceren van artikelen en andere publicaties op allerlei platformen zoals HAN.nl, HBO Kennisbank. Maar ook adviseren we over de open access routes. Hey Monique, wat is jouw rol in het team van Open Science? Nou, als communicatieadviseur help ik om de kennis verder te verspreiden, ook lang nadat de publicatie is verschenen. Proberen we om de kennis op zo'n manier te delen dat die bruikbaar en herkenbaar is voor de professional die ermee aan de slag kan en misschien nog wel zou moeten. En dat hoort echt bij het HBO. Nou Nanske, aan jou het laatste woord. Heb jij nog tips voor andere hogescholen? Ik denk dat Open Science een fantastische kans is voor het praktijkgericht onderzoek, want ik zie eigenlijk geen andere methode die zo enorm goed ondersteunend is aan de ontwikkeling van wat we met het praktijkgericht onderzoek beogen. Kennis delen en kennis ontwikkelen met elkaar. Open Science is daar een heel goed instrument in. En als ik dan denk van tips aan andere hogescholen, dan zou ik hen aanraden om zeg maar de cultuurkant en meer de beleidsmatige kant samen op te laten lopen. Dus je bent er niet door onderzoekers te overtuigen om mee te doen. En je bent er ook niet door allerlei prachtige faciliteiten in te richten waar dan misschien niemand komt. Nee, het gaat samen op. En als je dat doet, dan wordt het echt een groot succes. Nou, dit is hoe wij Open Science in de praktijk brengen. Wij vonden het heel erg leuk om deze kennis met jullie te delen.